Eef, je bent weer hersteld. Hoe vond je het vandaag gaan? Met mezelf of met het team? Beide. Zelf in het begin prima. Op een gegeven moment dan, komt de vermoeidheid er wel in. Dus dan merk je dat je wat onzuiverder wordt in balbezit. Dus toen werd ik ook op een gegeven moment gewisseld. En met het team, ik denk dat we het eerste half uur best wel goed speelden. En toen een paar keer goed doorkwamen. Alleen word je toch een beetje ongeduldig. Hun staan natuurlijk met z'n allen op de 16. Hè. Lastig voetballen. Dus zolang die niet valt, ga je dan steeds meer naar voren proberen te spelen. Werd iets gehaast. Ja, op een gegeven moment valt de 1-0 en dat was wel een bevrijding. Ik vergeleek je net bij de trainer met Kevin de Bruyne. Jullie zijn allebei weer fit, hebben allebei een flink effect op het spel. Wat vond je daarvan? Ik hoorde het net. Ik vind het een leuke vergelijking, maar ik denk dat hij net iets beter is dan dat ik ben. Maar hij is wel echt belangrijk voor City. En ik hoop ook wel belangrijk hier te zijn, maar ik wil mezelf niet vergelijken met de Bruyne. En wie weet dat belangrijkheid nog wat op gaat leveren. Je gaat aan het eind van het seizoen ons verlaten. Kan je er wat meer over vertellen? Ja, klopt. In eerste instantie toegezegd dat ik eigenlijk zou blijven. Zoals jullie weten, de hele eerste helft van het seizoen geblesseerd geweest. Al vaker met blessures gezeten. En ook wel over nagedacht om daardoor te gaan stoppen met voetbal. Toch weer iedere keer besloten om door te gaan toen ik weer fit was, omdat ik het gewoon super leuk vind. En nu ben ik een beetje in de situatie gekomen dat ik met werk op een punt zit. Dat ik denk, ik moet een volgende stap maken. Ik heb geen relatie, ik heb geen koophuis. Dus eigenlijk geen binding hier verder. Dus ik heb besloten om op reis te gaan en te kijken wat daaruit gaat komen. Dus, En heb je al een idee waar je naartoe zou willen? Het plan nu is Zuid-Amerika. En het is nog eventjes de route uitstippelen, ook qua klimaat waar je gaat beginnen en waar je dan wil eindigen. Maar wat ik al zei, ik kan het eerste stuk denk ik een stukje plannen en daarna gewoon zien wie je tegenkomt, wat je tegenkomt. En, misschien kom ik er na een maand achter van dit is eigenlijk helemaal niks en dan kom ik weer terug. En misschien blijf ik een jaar weg, ik weet het niet. En mogen je misschien ooit nog weer op de groene voetbalvelden verwachten of is dat hoofdstuk afgesloten? Die kans is vrij klein, als ik het nu inschat, maar je weet het nooit. Ik blijf gewoon lid van de club, dus mocht het nou heel erg tegenvallen en ik ben snel terug, dan kan ik altijd nog aansluiten. Die afspraak hebben we wel gemaakt.